De finale girls 9 en 10 jaar met een heel snelle start, maar moet dan toch even nog een kapje laten van Isa Penen, die daar toch wel heel vlug weg was. En in achtervolging zien wij dan de dame Angevaren, die heel aangevaren heeft. Ik weet niet precies, naar Nancy verwijst op die derde plek. Ja, zij doet sinds kort weer mee en dat gaat haar goed af. Ik heb dat wel gezien met die mooie roze wielen en dat gaat helemaal goed komen. Maar nog steeds is het trainer daar vooraan en zij heeft die eerste positie in handen in achtervolging van Abigail. En dan krijgen we Nancy verwijst. Deze drie zullen het zo waarschijnlijk gaan laten zitten in deze B-finale van vandaag. 1, 2, 3 in de B-finale. Natuurlijk een hele mooie prestatie. Ik denk dat het in ieder geval Preen is die hier de B-finale op haar naam gaat schrijven. Ja, gaan wij door naar de A-finale bij de girls 9.